In het spel zitten 6 dobbelstenen, 1 spelhandleiding en 1 speelbord waarop de spelers hun gokresultaat kunnen aflezen. Daarnaast zitten er 90 drankkaarten in het spel, 5 hillbillykaarten, 25 raccoonkaarten, 55 drankkaarten en 5 instructiekaarten. Verdeel de kaarten naar kleur in 3 afzonderlijke stapels. Een stapel raccoonkaarten met een rode achterkant, hillbillykaarten die zijn groen en drankkaarten die zijn blauw. Speel je met 2 of 3 spelers, haal dan enkele raccoon- en drankkaarten uit het spel. Dit zie je zo. Schud elke stapel en leg ze met de beeldzijde naar beneden op tafel. Elke speler krijgt 3 drankkaarten, ofwel blauwe kaarten. De spelers houden deze gesloten. Daarnaast krijgen alle spelers 1 hillbillykaart. Leg deze kaart open op tafel en haal de overgebleven hillbillies uit het spel. Geef ook iedereen 1 instructiekaart. Bepaal vervolgens wie begint door te dobbelen. Wie het hoogst gooit, begint. In de versie voor 2 tot 3 spelers zitten er minder kaarten in het spel, namelijk minder speciale drankkaarten en raccoonkaarten. Pak bij 2 spelers van elke set raccoons 1 uit de stapel en pak 3 lege containers. Haal de overige raccoons en containers uit het spel. Bij 3 spelers haal je 1 willekeurige set van 2 raccoons, 1 willekeurige set van 3 raccoons en 1 lege container uit het spel. Bij 2 spelers haal je daarnaast van beide speciale drankkaarten 2 uit het spel. En bij 3 spelers verwijder je 1 van beide speciale drankkaarten. Het spel bestaat uit 2 fases. De temfase en de gevechtsfase. In de temfase is het doel om zoveel en tactisch mogelijk raccoons te temmen. Probeer daarbij zoveel mogelijk sets te temmen. Deze leveren namelijk extra dobbelstenen op in de gevechtsfase. Temmen doe je door te dobbelen. Win 2 van de 3 rondes dobbelen en tem een raccoon. In de gevechtsfase is het doel om de raccoons van je medebewoners, de andere hillbillies, te verslaan. Andere hillbillies moet je zien te verslaan in een gevecht. Voor het gevecht moet je wederom dobbelen. Win 2 van de 3 rondes en win het gevecht. Versla je al je medespelers en houd je als enige raccoons over, heb je het spel gewonnen. Nu ben jij de trotse koning van het trailerpark. Wanneer je aan de beurt bent, heb je 3 keuzes. Je kan kiezen om 2 drankkaarten te pakken die je helpen met het temmen van raccoons. Je kan kiezen om een raccoonkaart te pakken en je kan kiezen om te gokken. Drankkaarten helpen je met het beïnvloeden van dobbelresultaten en helpen je in het spel. In de stapel raccoonkaarten zitten ook lege containers. Wanneer je een lege container pakt, eindigt de beurt van de speler. Pakt een speler een raccoonkaart met een wilde raccoon afgebeeld, dan is de speler genoodzaakt om deze te temmen. Bij het temmen dobbelt de speler die aan de beurt is tegen een willekeurige medespeler. De beginspeler moet 2 van de 3 rondes winnen om de wilde raccoon te temmen. Het temmen begint door allebei te dobbelen. In de temfase hebben alle hillbillies een speciale kracht die ze kan helpen om de raccoon te temmen. Zo kan Billy Bob bijvoorbeeld, wanneer hij 1 gooit, de dobbelsteen omdraaien naar een 6. Houd er rekening mee dat wanneer de beginspeler en de speler die namens de wilde raccoon dobbelt hetzelfde resultaat gooien, de wilde raccoon de ronde wint. Drankkaarten helpen de spelers om raccoons te temmen of om andere spelers te dwarsbomen. Met het spelen van drankkaarten kunnen de spelers bijvoorbeeld hun resultaat verhogen, andermans resultaat verlagen, elkaars drankkaarten blokkeren of een dobbelsteen omdraaien. Alle spelers kunnen tijdens het temmen constant toepasselijke drankkaarten spelen. Wanneer de beginspeler 2 van de 3 of de meerderheid van de gespeelde rondes wint, temt de speler de raccoon. De raccoon legt de speler dan open voor zich neer op tafel. Wanneer een speler kiest om te gokken, dobbelt de speler. Vervolgens pakt de speler afhankelijk van het dobbelresultaat het aantal kaarten op het speelbord. Gooit de speler een 3, dan mogen er geen kaarten gepakt worden. Tenzij de speler een toepasselijke drankkaart speelt om het resultaat te beïnvloeden en zo alsnog te winnen. De
De temfase eindigt wanneer iemand de laatste raccoonkaart heeft gepakt. Deze speler mag na het al dan niet temmen van de raccoon of het wegleggen van de laatste lege container alleen nog speciale drankkaarten spelen. Hierna mogen de spelers alleen nog speciale drankkaarten spelen om te proberen sets compleet te maken. Daarbij mag de speler die de temfase eindigt als eerste speciale drankkaarten spelen, gevolgd door de andere spelers met de klok mee. Vervolgens eindigt de temfase. Voordat de gevechtsfase start, moeten eerst alle speciale drankkaarten uit het spel gehaald worden en de overige drankkaarten opnieuw geschud. Vervolgens krijgen alle spelers 3 extra drankkaarten. De drankkaarten die de spelers nog hebben uit de temfase, mogen de spelers ook op hand houden. Om te bepalen wie begint, dobbelen alle spelers weer. Hierbij geldt, wie het laagst gooit, moet helaas beginnen. De speler die aan de beurt is, kiest eerst 1 of meerdere raccoons uit dezelfde set om mee te vechten. Raccoons uit dezelfde set vechten altijd samen in de gevechtsfase, ook als het geen complete set is. Vervolgens kiest de speler een tegenstander. De gekozen tegenstander kiest hierna zelf met welke raccoon of raccoons de speler wil verdedigen. Hou bij het kiezen van de raccoons rekening met de speciale krachten van de raccoons. Voor het vechten begint, kunnen de spelers eventueel nog toepasselijke drankkaarten spelen. In de gevechtsfase gelden de krachten van de ingezette raccoons. Hebben beide spelers hetzelfde dobbelresultaat, dan wint de verdedigende speler, de speler die niet aan de beurt is. Ook in gevechten kunnen de spelers drankkaarten inzetten die het resultaat beïnvloeden. De spelers moeten wederom 2 van de 3 rondes winnen. Zet een speler extra rondes drankkaarten in, dan moeten de spelers de meerderheid van de rondes winnen. De speler die het gevecht verliest, moet 1 ingezette raccoon afleggen. De speler mag als troost 1 drankkaart pakken. Het spel eindigt wanneer een speler als enige raccoons overhoudt en dus alle raccoons van de andere hillbillies zijn verslagen. De hillbilly die als enige een raccoon overhoudt, is de nieuwe koning van het trailerpark.